Toen ik een beetje jullie leeftijd kreeg, begon ik ook interesse te krijgen in andere dingen. En mijn vader die zag mijn cijfers op school zakken. En die zag mijn passie voor het zwemmen zakken. En mijn vader ging zich zorgen maken. En mijn vader vertelde mij, Maarten, luister goed. Alles wat jou in je leven zal overkomen, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Wat vinden jullie van die les? Het is ook zo. Nee. Waarheid. Niet eens, en jij? Nee, ik denk het ook niet. Ligt aan jezelf. Ik denk wel dat je daar eigenlijk altijd, maakt niet uit wat er ook mag zijn. Jij bent degene die de doorslag geeft van ja of nee. Maar zelf wat aangereden door een auto is toch niet? Is dat niet jouw keuze? Kan je toch een keuze maken om door te zetten met het ziekenhuis en iedereen om jou heen te helpen met specialiseren dat je toch weer gaat. Maar als het niet door te zetten valt en je bent dood, dan hoef je niet naar het ziekenhuis. Ja, hey, goh, maar dan is er geen keuze meer. Ja. Op een ochtend, als ik aan het trainen ben, pak ik mijn bidon van de badrand en ik neem daar een slok uit. En het is gek, want ik kan dat water niet in mijn mond vasthouden. En het lijkt wel alsof één kant van mijn gezicht een soort van hangt. Alsof het een soort van verlamd is of zo. Maarten belandde in het ziekenhuis. En na 2 weken van onderzoek kreeg hij te horen dat hij leukemie had. En misschien niet meer beter zou worden. En ik zeg, pap, hoe kan dit? Want ik was toch verantwoordelijk voor alles wat mij zou overkomen. Ja, dat vond mijn vader ook een lastige vraag. En het enige wat hij kon zeggen was, ja, dat zag ik toch wel even verkeerd. Want de reden dat ik in het ziekenhuis lag, had alles te maken met domme pech. Wil iemand er iets over zeggen? Ja, mijn moeder die had bijvoorbeeld ook kanker. En haar doel was dan, ondanks dat ze elke dag in het ziekenhuis lag, gewoon blijven strijden en volhouden. Ja. En voornamelijk zo vaak mogelijk de kinderen willen zien. Mooi. Dat is ook de reden waarom ze het zo lang mogelijk hebben volgehouden. Ik kies ervoor dat ik mijn verhaal vertel. En dat heeft regelmatig als reactie dat mensen ook hun verhaal vertellen. En het is natuurlijk wat ik mooi vind. Want ik geloof dat als je vertelt over waar jij vandaan komt, wat jouw scènes zijn, het jouw leven, dat dat prettig is. Dat je dat een plek kunt geven, dat je met die wetenschap door kunt.